topscorer is Elhamdoui. Ja, alles is voor Elhamdoui. Elhamdoui. Dames en heren, uw applaus voor Hind, voor Javad en voor Najib. En voor de man die nu naar beneden komt, de winnaar van de Gouden Zoen, Mounir Elhamdoui. Hij zegt een mooi sfeertje, hè? Dat klopt, dat is een mooi sfeertje. Zeker. Ja, je bent nou ontspannen, hè? Je hebt één prijs binnen, de tweede is binnen. Je kan niets meer gebeuren. Nee, ik ben heel gelukkig, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, want net al gezegd wat een fantastisch jaar het was. En je begint weer goed. Ja, ik moet zeggen, het gaat niet slecht, nee. Nee. Vertel even hoe je het allemaal beleefd hebt vorig jaar. Want 23 goals, dan ook nog verkozen tot de beste van allemaal. Het houdt nog even niet op in je hoofd. Ja, ik denk dat het vorig jaar een prachtig jaar was. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor het team dat we kampioen zijn geworden. En dat je daarnaast nog twee mooie prijzen pakt, dat is niet te omschrijven. Nee. Je hebt gevraagd of de prijs kan worden uitgereikt door iemand die dicht bij jou staat. Ja, absoluut. Ik heb gevraagd of Willem van Hanegem mij die prijs wil uitreiken. Nou, kom. Mag ik verder? Ja, omdat ik... je moet wachten. Oké. Okay. Omdat ik Willem van Hanegem gewoon een geweldige man vind. Goud eerlijk, met veel humor en heel veel voetbalverstand. Dus. Hij mag komen. Willem van Hanegem, prijs uitreiken aan Mounir Elhamdoui. Dames en heren, Willem van Hanegem. Nou, dat zou je maar gezegd worden, Willem, door de beste schutter en de beste speler. Nou, daarom ben ik er ook wel trots op, Kees. Ja. Dat ik die schoen mag overhandigen. Ja. Het was in het begin wel even schrikken, maar... Waarom was het schrikken? Nou, omdat ik dat niet verwacht had, nee. Maar het is zo, het is niet dat ik hem pas anderhalf jaar ken, hoor. Dat lijkt net. Ik ken hem al. Zijn vriend die daar zit, Sietje. Ja. Daar werd ik vaak helemaal gestoord van. Want dan kwam hij weer eens toen ik bij Feyenoord trainde. Dus kwam hij weer, ik heb weer spelers, ik heb weer geweldige spelers gezien. Weet je niet, daar en daar op dat pleintje spelen ze. Kom nou eens kijken. Nou ja, nou, zoveel zanik en zeuren. Dan denk ik, nou, ik ga maar mee. Willy Wij, nou, Said, Van Persie, allemaal dat soort. Boutar. Allemaal dat soort type spelers, weet je niet. En als je dat dan ziet, dan denk je... Als je nou net zit te kijken, dan denk je, godverdikke, wat is het dan eigenlijk een mooi spel, weet je niet. Alleen het lijkt heel makkelijk. En dat is vaak het vervelende. Hij is een speler die iets natuurlijks heeft. Kijk, als je een speler hebt die een bal moet spelen... die moet ook helemaal draaien om die bal te spelen. Weet je niet? Maar bij hun is het... die lopen en die, zonder te kijken spelen ze gewoon die bal zo. En dat is eigenlijk geweldig om te zien. Alleen, het lijkt heel makkelijk. Maar het is eigenlijk het moeilijkste wat er is. En daarom is hij de beste van allemaal. En mag jij nu de gouden schoen op zijn verzoek uitreiken... aan Mounir Elhamdoui. Ik wil nog wel even zeggen dat hij heus beseft dat hij in een geweldige ploeg speelt. En die ploeg is eigenlijk nu ook weer op weg om hele hoge ogen te gooien. Nou, en als je ziet wat voor plezier zij dan hebben in de manier van spelen... Nou, daar kan de trainer alleen maar gebruik van maken, denk ik. En dan kunnen ze weer tot een grote hoogte stijgen. Je mag hem uitreiken. Dames en heren, Wim van Hanegem en Mounir Elhamdoui. De beste van allemaal... over 2008-2009. Ja, met name Van Hanegem wil ik heel graag bedanken... omdat een man is die altijd in me is blijven geloven. Ook toen ik een mindere periode had... en ook zelfs toen niemand me kende. En daar ben ik wel heel erg blij om. En... ja, ik wil de jongens nogmaals bedanken. En iedereen van AZ, supporters en ook Scheringa en Marcel Brands. En iedereen die daar aan tafel zit. Dank jullie wel.
21ste voetballer van het jaar gala georganiseerd door de Telegraaf hier van Frank Wentings Events. Het was een topavond met hoofdrollen van Roelof Luinke voor Luciano da Silva, voor Eljo Elia en uiteraard voor Mounir El Hamdaoui, die niet alleen topscorer werd, maar ook nog eens de allerbeste voetballer van het afgelopen seizoen in de Eredivisie was. Hij wint de gouden voetbalschoen. Graag tot de volgende keer bij Eredivisie Live. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt.